Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 5 september 2015. Bezuinigingen bij de rechtbank zijn niet meer dan een gevecht tussen leden van de elite moordenaarsclub in Nederland. Die bezuinigingen hebben helemaal niks te maken met bezuinigingen. Wat de elite moordenaarsclub doet, is het systeem afbreken voor de lagere sociale klassen. De elite moordenaarsclub ontdekt ook dat ze niet meer weten wie hun vriend of vijand zijn. De voorzitter voor de Raad van Rechtspraak is een massamoordenaar. Frits Bakker is juridisch aansprakelijk met zijn lichaam en privévermogen voor de 196 MH17 doden. Hij heeft mijn dossier, mijn lichaam, misbruikt om die mensen te doden. En ik ben degene die tegen Nederland een rechtszaak is gestart binnen het internationaal strafhof, omdat ik daartoe gedwongen ben door politici en de Hoge Raad. De Hoge Raad gooit dossiers van rechtszaken weg van burgers die rechtenloos zijn in Nederland en die tegen de minister-president of ministers rechtszaken moeten starten om hun grondrechten terug te krijgen. De elite moordenaarsclub bestaat bijvoorbeeld ook uit het burgemeestersgenootschap. En die burgemeesters die protesteren nu over het feit dat die rechtbanken worden gesloten en dat zij maar een weekje de tijd krijgen om zich daartegen te verdedigen. Nou, dat is onzin. De burgemeesters, de rechters, de advocatenorde, iedereen die een positie heeft binnen een bestuur, binnen een organisatie van belang, staat op de Hague Security Delta. En dat is dat nepveiligheidsplatform in Nederland dat bepaalt hoe onze rechtsstaat eruit ziet. Of beter, hoe onze dictatuur eruit ziet. Die burgemeesters weten dus al heel lang wat er gaande is vanuit de lobby de Hague Security Delta. Het is dus onzin als ze zeggen, ja, we weten het nu pas. Maar ze hebben al die tijd gedacht van, nou, wij krijgen wel wat wij willen via de lobby. En nu ontdekken ze dat dat niet zo is. Nu ontdekken ze dat een dictator en massamoordenaar Frits Bakker van de Raad voor Rechtspraak gewoon bepaalt dat er 7 rechtbanken verkleind of gesloten moeten worden. Nou, dat heeft dus niks te maken met bezuinigen. Kijk, bezuinigen is niet delen van het volk weren uit het rechtssysteem. Bezuinigen is ervoor zorgen dat je een rechtssysteem hebt dat problemen oplost, dat korte, transparante procedures heeft en dat burgers dwingt de rechtsstaat te bouwen. Officieel heb ik recht op het arbeidscontract van de minister-president. Dat kan ik opeisen, maar dan krijgen we een burgeroorlog, omdat het ministerie van Algemene Zaken het leuk vindt om in Nederland een burgeroorlog aan te maken. Dus het ministerie van Algemene Zaken heeft alleen maar ambtenaren die mensen willen folteren en vermoorden. Er zit er niet één tussen die een betere kwaliteit van leven, een betere kwaliteit recht wil in Nederland. Dus dat betekent dat ik of op de Nederlandse straat een burgeroorlog moet starten, of ik moet wachten totdat er een burgeroorlog komt, bijvoorbeeld door toestroom van al die asielzoekers. En dan moet ik uitwijken naar Rusland, China, Saoedi, Kuwait. En dan moet ik hen vragen mij te helpen aan het arbeidscontract voor de minister-president van Nederland. Ik heb zelf een nieuwe grondwet geschreven voor Nederland om een burgeroorlog te voorkomen of in de kiem te smoren. En in die grondwet heb ik een arbitragerechtbank in het leven geroepen. Dat is een rechtbank die staat voor het huidige rechtssysteem. En die dwingt alle partijen een juridisch correcte oplossing te presenteren aan de rechter. Dus dat betekent dat wanneer je dossier vormt in de bureaucratie, je geen mensen meer kan treiteren. Want je moet uiteindelijk bij de arbitragerechtbank juridisch verplicht, grondwettelijk verplicht, een oplossing presenteren voor het conflict. Kijk, het kan natuurlijk altijd zijn dat je een conflict hebt waar je gewoon niet uitkomt en dat je daarvoor een rechter nodig hebt. Maar dat kun je ook realiseren via het aandragen van oplossingen. Dus in plaats van dat je de bureaucratie uitbouwt met treiteren, folteren en moord, krimp je de bureaucratie in, je houdt hem zo klein mogelijk en je werkt aan oplossingen. En die twijfel rond oplossingen kun je voorleggen in principe aan de griffier van de rechtbank. Het is mijn bedoeling dat in principe de griffier van de rechtbank zoveel mogelijk gerechtelijke uitspraken schrijft. Dan is het de bedoeling dat als dat niet lukt, dat de partijen
naar een mediator gaan. En die mediator houdt zich 3 uur met het conflict bezig. Dan koppelt de mediator de bevindingen of de resultaten terug met de griffier. Dan is het opnieuw aan de griffier om te bepalen of de griffie van de rechtbank de uitspraak kan schrijven of niet. Als de griffier vindt dat er toch een rechter is die moet oordelen over de gang van zaken, dan gaat het dossier naar de arbitragerechter. En daar moet dan de definitieve oplossing worden gegenereerd. Als er een oplossing uitkomt, maar terug op het stadhuis, terug in de bureaucratie blijkt dat een van die beide partijen weigert mee te werken aan de oplossing, dan treedt het standaardrecht zoals we dat nu kennen in werking. Dan is er alleen één maar, dan is er één overduidelijke treiteraar. En die overduidelijke treiteraar zou het wel eens bij de standaardprocedure zoals we dat nu kennen behoorlijk moeilijk kunnen krijgen. Dan de kosten. Omdat iedereen wettelijk verplicht is een oplossing te genereren volgens de grondwet, krijg je een totale indamming van kosten. Want mensen gaan naar het stadhuis, naar de klachtencommissie. Daar weten ze dat ze een oplossing moeten genereren. Ze gaan naar de nationale ombudsman, ze gaan naar de arbitragecommissie zoals we die kennen, bijvoorbeeld voor de financiële wereld, voor de huursector, voor de ondernemers. Daar weten ze dat ze een oplossing moeten genereren. Uiteindelijk kan dat dan leiden tot een rechtszaak. Als je via al die commissies niet komt tot een oplossing, kan dat leiden tot een rechtszaak bij de arbitragerechter. Maar dan zal je toch die oplossing moeten presenteren. En als jij al die tijd bezig geweest bent met treiteren, dan is dat heel snel heel duidelijk. Dus je krijgt een totale inperking van de kosten naar het zoeken naar recht. Tijdens het zoeken naar recht. Ik vind dat alle partijen die een conflict hebben en dat uiteindelijk neerleggen bij de arbitragerechtbank, bij de griffie van de arbitragerechtbank, €150 per conflict moeten betalen. Die €150 zijn ze kwijt. Daarvoor krijgen ze een gerechtelijke uitspraak. Oplossingsgericht. Moeten ze op instructie van de griffier naar de mediator, betalen ze per partij, per conflict €150. Die zijn ze kwijt. Dan krijg je een gerechtelijke uitspraak van de arbitragerechter. Daarin worden geen kosten verrekend. Daarin wordt de best mogelijke oplossing gegenereerd. En daarin kunnen ook voorstellen die beide partijen doen voor kostenafhandeling of schadevergoeding betalen, worden goedgekeurd. Je praat dus niet meer over een systeem van toevoegingen van advocaten voor rechtsbijstandsadvocaten. Ik bedoel dus de sociale advocaten, sorry, want rechtsbijstandsadvocaten zijn weer degene die verbonden zijn aan de rechtsbijstandsverzekering, enzovoort, enzovoort. Je praat dus over een systeem dat zichzelf terugbetaalt omdat mensen niet meer mogen treiteren. Dat is kostenbezuiniging. En dan krijg je ook dat rechters niet meer stiekem via allerlei instituten zoals Klingendaal, de Hague Center for Strategic Studies, de Montesquieu Instituut, Global Justice Instituut, hun studenten kunnen trainen tot het worden van dictator. We hebben nu geen studentenrecht, we hebben geen professorenrecht, we hebben geen rechters. We hebben alleen nog maar een cultuurtje dat erop gericht is om van ieder persoon die zich bezighoudt met recht een dictator te maken. Nederland is officieel een dictatuur sinds de zomer van 2014. Koning Willem-Alexander heeft aan mij bewezen dat hij wil dat de kiesraad politieke partijen helpt bij het folteren en vermoorden van burgers. Hij wil dat het parlement als moordenaarsclub in hun functie blijft. De koning tekent formeel de wetten. Nederland is dus formeel een dictatuur sinds de zomer van 2014. Nou, die situatie kan alleen stoppen als het volk de macht krijgt om oplossingen op te eisen. En dat kan dus via mijn nieuwe grondwet. En die kan ik per decreet invoeren als ik minister-president ben. Dat zal ik ook doen. En dan zal ik ook verkiezingen uitschrijven. Binnen 3 maanden moet er een gekozen minister-president komen. Hier laat ik het bij, het is bijna 10 minuten.